Zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen? Wat heeft jou bewogen om naar het Vechtstedelijk College te gaan? Ik ben naar het Vechtstedelijk gegaan omdat ik er al heel veel vrienden op had. Die zeiden allemaal dat het superleuk was. Nou, toen ik hier de eerste rondleiding kreeg om hier misschien te gaan werken, merkte ik meteen een goede sfeer in de school. Toen ik bij de open dag kwam, was het eigenlijk alsof je iedereen al kende, omdat iedereen zo aardig tegen je deed. Ik vroeg meteen naar de gymzaal. Nou, dan zag ik allemaal mogelijkheden, veel spullen, veel materialen. Ik had ook wat gehoord over het Vechtstedelijk Theater en dat soort dingen en de activiteiten die er zijn. Ik denk omdat ik woon niet heel erg ver van Vechtstedelijk. En ik hou niet echt van fietsen. En ik merkte dat je kon echt jezelf zijn, zoals als docent, maar ook als leerling. Ik ben naar de open dag geweest en toen heb ik een proefles gevolgd. Volgens mij science of biologie was het. En toen hadden we een proefje gedaan met tandpasta. En dat vond ik zo leuk dat ik naar deze school ben gegaan eigenlijk. Zijn er nog vragen?